Het is de 9e etappe van de Dakar van 2014. Een korte verbindingsroute en dan 422 kilometer proef. Maar het gaat allemaal hierom. Het einde van de rally. Althans van de dag. 1100 meter hoog. De duinen van Iquique. En daar moet je dan nog wel eventjes zeg maar, de guts voor hebben. En misschien wel de glory om naar beneden te razen. Het was een lastige dag voor Peter Versluis van het Eurol VK MAN Rally Team. Laten we kijken wat er vandaag allemaal gebeurd is. Wat er goed ging en wat er fout ging. Stil, kut, olie, af. Motor af. Kut. Kaart kapot. Het zou normaal een hele prestatie zijn als je in de top 10 kwam. Maar deze keer is het een hele prestatie om uit te rijden. Remmen waren echt helemaal bakker. Ja goed, er zijn momenten waar vandaag een ontiegelijke diepe gaten. En daar heb je gewoon remmen voor nodig. Je rijdt stof. En elke keer als je bij een gat komt, dan moet je gewoon vol in de ankers. En als je dan rem hebt die gelijk de truut vastgooit en bijna op je kant flikkert, ja, dan kan je niet hard genoeg doorremmen en duik je te hard een gat in. En nou dook ik echt met dikke 100 kilometer een heel groot gat in. Nou, dat hebben de jongens wel gevoeld. En daardoor is er een gat in de kat geslagen. Marcel, proef 9 van vandaag, 422 kilometer. Zonder het einde te verklappen, doen we eens in een notendop. Het was een echt dakkenproefje. Dat is een hele grote notendop. Nog hele bijzondere dingen meegemaakt onderweg? Ja, we hebben even stilgestaan. Wij zijn ergens vanaf gereden en hebben iets geraakt aan de aandrijflijn. Waardoor we iets even stilgestaan en waardoor we iets rustiger hebben gedaan. Om te zorgen dat we hier alweer aan de finish stonden. En het laatste stuk was duinen en daar zijn we lekker doorheen gegaan. Er zaten echt hoge dingen tussen. Echt dakkenwaardig, mag ik wel zeggen. Dat is mooi. We hebben in het begin veel stof gehad. Echt geen hand voor de ogen kon zien. En gewoon stilstaan, wachten tot de stof weg is en wel lekker doorrijden. Dat geduld moet je gewoon hebben, want het was te gevaarlijk om gewoon blind door te rijden. We waren echt afgeronden. En je zag overal auto's op de kop liggen en gerold. Dus doe rustig aan dat stuk. Nou, we hebben ook een klein navigatiefoutje gemaakt. We hebben ook een minuut of 12, 15 meer verloren. Moesten we terug door een paar rivierbeddingen. Nou, dat was eigenlijk niet doen. Het was eigenlijk niet mogelijk, maar we hebben het toch gedaan. En we zijn uiteindelijk weer op de goede track terechtgekomen. En we zeiden, nou oké, we blijven ons tempo rijden en we proberen gewoon in de duinen weer bij te komen. En nou, dat is eigenlijk goed gelukt, want in de duinen kregen we weer één keer aansluiting met de kopgroep. En we zijn die duinen hartstikke goed doorgekomen. Het was echt ja, een fantastische dag. The Ural Veka MAN Rally Team is supported by the following companies. The Ural Veka MAN Rally Team supports Stop ALS for better research and treatment of the ALS neurological disease.